Elk programma dat je schrijft bestaat in ieder geval uit twee delen. De Void Setup en de Void Loop. In de Void Setup wordt de code geschreven die één keer wordt uitgevoerd, bij het opstarten van de Arduino. In de Void Loop komt de code te staan die steeds na elkaar wordt uitgevoerd, zolang als de Arduino aanstaat. Ik schrijf een klein programma om de led op het breadboardje gemerkt met de letter L te laten knipperen. Deze led is verbonden met de digitale poort nummer 13 van de Arduino. In de void setup typ ik de code regel pinmode haakje openen 13 komma dan met hoofdletters output haakje sluiten punt komma. Met de functie pinmode kun je aangeven of je een digitale poort als output of input gebruikt. Met de puntkomma sluit je een programmaregel af. Je kunt dat vergelijken met een punt bij een gewone zin. Om de code te verduidelijken schrijf ik een uitleg van de code achter een dubbele schuine streep. Alles wat achter een dubbele schuine streep staat wordt niet als code gezien. In de Void Loop schrijf ik Digital write. Haakje openen. 13, High. Haakje sluiten. Punt, comma. Met deze code maak ik poort 13 hoog. Met andere woorden, er komt een spanning van 5 volt op poort 13 te staan. Omdat led L met deze poort verbonden is, zal de led gaan branden. Ik wil nu een pauze inlassen in het programma. Dat doe ik met de volgende code: delay haakje openen 1000 haakje sluiten punt komma. Het duurt nu 1000 milliseconden of 1 seconde voordat de volgende regel code uitgevoerd zal worden. Ik wil nu dat de led uitgaat, dus dat poort 13 laag wordt en dat er dan weer een seconde gewacht gaat worden. Deze code lijkt heel erg op de bovenstaande code. Dus ik kopieer de bovenstaande code, plak die onder de bestaande code en pas hem aan. Ik maak van high low zodat de spanning van 5 volt 0 volt wordt. Ik klik linksboven op de knop met het vinkje. Om te kijken of ik geen fouten in mijn code heb gemaakt. Dat heet verifiëren. Ik heb nu ook de gelegenheid om mijn code op te slaan. Ik doe dat op het bureaublad. En ik heb de code de naam knipperlicht gegeven. Als je op de knop verifiëer klikt, wordt de programmacode omgezet naar machinecode die geschikt is voor de processor die op je Arduino zit. Als er geen fouten zijn kun je op de tweede knop linksboven klikken zodat het programma geüpload wordt naar de Arduino. Het programma werkt, LED L knippert met een frequentie van een halve hertz. 1 seconde aan, 1 seconde uit. Bouw de schakeling na op je breadboard en schrijf de code. Upload de code naar de Arduino. En kijk of je ook een knipperende led krijgt. Probeer ook eens een snel knipperende led te krijgen, of een led die lang aanstaat en daarna heel kort maar uitgaat. Succes!